Hij werkt nu, kunnen we deze even uitzetten. Overal van ons is het geslaagd. We gingen even afzakken daarin. Zo, sorry, excuses, er zijn weer het geluid. Hij stond op het verkeerde track spoor ding, dus dat. Ik zag heel veel dingen voorbij komen. Waren er vragen of viel mee? Of zijn het gewoon dingetjes? Oh, daar gaat iets met blauw terug. Hier nog een. Er zit er niet een achtervolging, hè? Wel, nee. Gebeurt er wel in alles? Wordt daar geschoten in iets? Oké jongens, ik ga heel eventjes... Ik richt een kwaliteitenkanaal, dus dat gaat naar de kans. Voilà. Hoe is het met die overval? Ja, van mij mag je ook nog richting die overval. Is nog steeds aan de gang. Het is wel gelukt, maar nog steeds hebben ze wel in het vizier. Ze zitten nog steeds binnen in het gebouw. En ze beweren dat er iets aan de hand is met het veiligingssysteem, dat er zogenaamd niks aan de hand is. Maar het is wel een beetje raar dat niet aan het doorkomen zit. De overval is al geslaagd, dus dit is gewoon een ruse. En die schoten achter de waarnis? Nee, dat is een andere. Ik wel afleiding. Ik denk dat straks die hele gaat schieten op bij de winkel. Jarno, moet ik gelijk even alle eenheden vragen? Ja, ik verander nu richting Altair. Ja, maar moet ik gelijk even naar beneden? Even eenheden vragen? Ja, ze kunnen ook niet al te veel doen. Ja, gewoon twee eenheden naar ons toe komen en dan 2-1 in de stad laten. Ja, ik kan even kijken. Okay. Wie komt daar trouwens aangereden? Oké. Okay. De poort bedoel je? Ja, door de grens nu net. Yep. Wat een fucking scenario dit trouwens. Maar het zijn werklozen. Ja, de wereld is van wel, maar... Ze zeggen dat ze hun beveiligingssysteem aan het testen zijn voor overval, maar wij krijgen een overvalmelding en we hebben ook al een melding dat de overval is gelukt. Dus ze hebben nu wel gewoon een paar ton buiten gemaakt van zichzelf. Ja, en ze hebben geen papieren, ze hebben ons niet gewaarschuwd van tevoren niks. Nee, en er kwamen ook andere mensen moeilijk doen met waarschijnlijk afleiding. Die motoren, dat waren Douwe en Sen. Ja, dat weet ik ook, maar qua dingen, het was nog. Nou, dan komen ze toch gewoon even naar buiten of hier, dat ze geen niks hebben opgehaald. Hebben we daar juridisch grond voor om ze te vereren? Ja, wij hebben een beetje het probleem, alle mensen die van de kamer die hier nu zijn, zijn niet vuurwapendragend, dus... Ja, dat maakt niet uit, we kunnen ze nog steeds fouilleren. Ja, dat snap ik. Maar... We hebben ook agenten daar staan, hè. Ja, daarom zeg ik ook even voor jullie, de meeste zijn achter. Tegen de agenten, maar ik was even tegen jullie. We kunnen ze één voor één naar buiten vragen en fouilleren. Dat is denk ik wel het beste idee, lijkt mij. Of moet één van ons naar binnen gaan en kijken wat er, hoe ze erop reageren. Oké, we wachten even af. Nee, lijkt me ook niet. Dat is Nijmegen, weet ik niet. Ik heb al een paar keer geweest. Ja, als er kant zit. Vervelend te horen, moment. Dat is waar een vis niet is. Goed inderdaad. Zou ik er zeggen aan? Ja, het is wel apart, hè, want ze hebben natuurlijk op zich geen wapens. Oh, wat zit er? Maar we gaan eens even een zware vest aan doen. Waar staat die? Nee, daar. Papa. We gaan laten we de auto hier staan. Ja, we gaan even daar kijken. Eentje loopt ermee. Ja, ik hou hem in de gaten. Wat is die Mercedes? Er komt een Mercedes bij de poort. Zet de microfoon ook weer niet goed. Kan dat allemaal, jongens? Mercedes onderweg? Lekker. Even kijken. Moet ik hem wegvorderen? Nee, hoeft niet. Hij staat. Even gelijk ook. Tadaa. Kijk, deze microfoon beter is. Misschien de stem nu juist weer overweldigend het klinkt. Maar we moeten met hun doen nu ze lopen. Ja, hun beweren nog steeds natuurlijk hetzelfde. Dus. Jarno. Wat is het idee? Wat zeg jij? Oh. Oh, zit hier. Ja, wat ik heb ook geen computer. Dat gaat.
Heren, wat we gaan doen, we gaan gewoon elk één voor één fouilleren. Nee, we gaan helemaal niemand fouilleren, want je hebt geen grond. Meneer, waarom wil je geen fouilleren, man? Ze zitten net te zeuren. Nee, maar je laat gewoon ons goed verdomme ons weg. Maar als je gewoon het werk hebt, dan zeggen ze gewoon, ja, er is geen overval. Die dingen. Maar ze hebben ook geen bewijs dat er geen overval is, want ze willen geen factuurtje of zo van alarmsysteem geven. Dus ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Als kunnen we de eigenaar contacten? Ja, dat zijn ze. Ruben is aanwezig. Ruben is technisch gezien gewoon een Shelby, is gewoon een eigenaar. Maar ja, die is niet heel erg gezellig om mee te spreken op dit moment, om het maar zo te zeggen. Ja, maar zij de eigenaar. AT is ter plaatse. Dat hebben we eigenlijk nergens op ontstaan. AT is ter plaatse. Ja, ja, maar hebben ik sta om de hoek, want ik vertrouw die Heerly niet. Ja, ik snap het. We hebben geen grond, maar we hebben geen grond om ze te fouilleren, dat is het probleem. Zit hier wel vast. Wie heeft de leiding van de hier? Klas is niet. Op dit moment niemand. Misschien lijkt me wel een goed idee om iemand de leiding te geven. Ja, dat is wel handig. Ja, we leven Ik weet niet wie hier de hoogste staat, maar... Ja, maar ik ben even als AT, dus ik heb de leiding niet nemen. Wie staat daar nou? Nummer 12 wel, Jan Willem. Dan is het Jan Willem. Jacco ofzo. Wie het liefst wil doen. Oh god, wat moet ik het doen? Ja. Ik wil het ook best doen hoor. Hé, hey, even voor mijn beeldvorming. De eigenaar van die Yellow Jacket is aanwezig. Ja, ja, maar er zijn meerdere eigenaren, dus... En? Maar in dit geval is Ruben Shelby de... Tenminste, wat ik heb gezien van de mensen die er zijn, is Ruben Shelby op dit moment de commander-in-chief, om het maar zo te zeggen. Ja, natuurlijk heel technisch zien, als dat de eigenaar is en ze breken hun eigen kluis open, kun je helemaal niks doen. Ja, maar we hebben wel gewoon een melding dat de overval gelukt is, dus ze hebben wel gewoon 3 ton buiten gemaakt. We kunnen ze moeilijk laten... Ja, maar dat is dan eigenlijk... Nee, maar dat is een beetje het probleem. Zo werkt het dus niet helemaal, helaas. Zou het dan niet qua verzekeringsfraude kunnen gaan doen of zo? Ja, verzekeringsfraude, dat is een goeie. Maar op grond van verzekeringsfraude kan je ze niet fouilleren, dat is een beetje het probleem. Oh, ik zie dat dit ook nog even opgehouden moet worden. Ja, in feite omstandigheden met een overvalmelding kun je iedereen fouilleren die in het gebied staat. Wie zei dat? Dan zeggen ze, nee, er is geen overval. Ja, dat zei ik hier. Hoi, meneer. Dat zeggen ze dat gewoon. Hallo, had je maar gisteren ook niet aangehouden. En we kunnen ze, als we dat zeggen ze ook niet aangehouden. Ze niet luisteren. Sound muted. Nog één keer, hoor, ik kleft hij in het oor. Godverdomme. Godverdomme. Heer, gewoon terug naar binnen gaan. Wat is je, Lucas? Gewoon terug naar binnen. Oké, in het kader van de eilandregels, laat ik het zo zeggen. Wat gaan we nu doen? Want kijk, in hun RP zeggen ze dat ze zelf die overval plegen, maar volgens No Way hebben ze nu gewoon 3 ton uit het niets laten verschijnen. Dus dat is een beetje het probleem hier, het is een grijs gebied. Qua RP mag het wat ze doen, want het is overvallen hun zelf, maar qua dingen is het natuurlijk een beetje oneerlijk qua dat er nu geld bij komt van hunzelf. Terwijl ze niks hebben gedaan. Eigenlijk maken ze gewoon geld uit het niks. Ja, eigenlijk spannen ze het zo'n beetje in, kan je zo'n beetje zeggen. Geld uit het niks, dat is wel makkelijk, willen we allemaal wel. De droom van elke dier. Money uit het niks. Ja. Maar dus, we kunnen zeggen dat het verzekeringsfraude is, om op die grond ervoor te zorgen dat geld, dat ze dat niet krijgen. Maar we kunnen ze niet fouilleren, want we hebben geen grond te fouilleren. Nee, we moeten even iets verzinnen waardoor we ze, op een andere manier toch... Oké, jongens, we gaan gewoon ze één voor één fouilleren. Degene die niks bij zich heeft mag gaan. Degene die wel bij zich wordt aangehouden, geld in beslag genomen. Welke grond gaan we dit op fouilleren? Ja, welke reden? Want anders dan gaat Ruben Shelby gewoon weer schreeuwen en daar heb ik geen zin in. Wie staat op de muur daar, jongens? Ik geef dat wel af. Geen idee. Zo, maar wie is hier het aanspreekpunt? Ik moet dus wel een reden geven van het weer, anders allemaal. Wie is hier het aanspreekpunt? Allemaal. Wat jij wil. Dat maakt niet uit. Oké, dat is mooi. Hey, we gaan het volgende doen. We hebben hier een melding gehad van een overval. En om dat uit te sluiten gaan we iedereen fouilleren. Dus jullie mogen één voor één naar ons toe komen. En dan word je fouilleerd. En als u niet meewerkt, dan wordt u in ieder geval aangehouden. Jongens, we hoeven hier niet moeilijk over te doen. Ik kan ook niet meewerken als niks. Staat iemand bij de voordeur, want ze lopen weg. Ja, dit is een probleem krijgen. We gaan dit oplossen, meneer. Nee, eentje op het dak om aan het klimmen of zo. Als je me gek aan doet. Dat is even staan, want ik weet niet wat hij aan het doen is. Zeg maar dat hij even bij die andere moet gaan staan. Want anders dan chaos. chaos, bombaans. Is die rode auto AT? Nee.
Ik zei achter. Maar wie rijdt er weg dan? Volgens mij zit dit Douwens en... Ik hoor niemand het terrein laten verlaten. Jongens, er gaat er een naar de Nee, dat zijn Douwens en die zijn de kloot. Ik stuur ze wel weg. Ja, die niks bijzonders. De Douwens? Oh ja, hij staat achter dan, hè? Hé, hey, ik blijf hier wel achter, jongen. Hey, jongens, er wordt er een aanhouding. Handen laten zien. Ik heb eentje aan het wegrijden. Rustig, ik heb niks. Ja. Waarom ging je er dan vandoor, meneer? Achter, hè? Dat is een voertuig. Ja, ik zou graag proberen, meneer Shelby. Je gaat je gang maar. Ik weet niet wat hier eigenlijk allemaal gebeurt. Laat een zootje. Achter het gebouw. Heeft u scherpe voorwerpen bij, meneer Shelby? Wat zei je? Heeft u scherpe voorwerpen bij? Glas. Kijk, het kan ook gevaarlijk zijn, hè? Hey, ver, maar hem. Ik. Shelby. Wat heeft hij? Hij heeft niks bij zich, collega. Nou, dan noteer je zijn geest, kan hij gaan. Ja, klopt, maar ik denk dat de mensen met geld vragen. Ja, ze zijn allemaal. Dag hier. Hebben zij gegevens? Zijn naam is Ruben Shelby. Ik ken hem persoonlijk. Zit jij hem in de stand? Nee, die. Ah, de viaduct nu op. Oké, jongens, wij hebben er één gecontroleerd. Hoeveel hebben jullie er nog? Als we terug richting... We zijn die richting Sennisens hebben kwijt. Dan rijdt hier een Oeroes met veel te hoog snelheid richting de grens. We gaan hem even checken. Ik weet niet hij rijdt ook. Hij rijdt nu ook nog in de Is hier nog iemand aanwezig? Nee. Er staat die Oeroes rijdt het terrein op. Controleer hem. Maar ook even... Hallo meneer. Rijdt de vlucht er eentje weg vanaf de dingen. De laatste... Ja, sportauto. De laatste in het gebouw. Vintage auto wordt achtervolgd. Ja, gebouw is leeg achter. Die vintage Ruben, die heeft niks bij zich. Noordelijke richting, Sandy Shores. Audi. Het gebouw is leeg, dus A6. Het gebouw niet meer te vinden. Ja? Wil je even die Amarok die achter je rijdt ook controleren? Die is net weggereden. Ja, achter je. Wij moeten de Camaro zijn. We hebben hier Oeroes en ook nog een Oeroes. Ja, maar hij is weggereden, ik heb die niet staan aan. We hebben hier een Oeroes en een vintage. Zijn zij weg bij die Oeroes? Trouwens, want die Oeroes blokkeert ons. Mensen van de Camaro zullen mij of kunnen halen bij het gebouw nog, want ik sta hier nu zonder voertuig. Ja, wij zijn onderweg, we hebben even geen tijd, we zitten vlak achter Ruben Shelby. Oké, nee, ik wil graag vragen of een politieeenheid in Sandy Shores de witte Oeroes kan aanhouden, want hij beukte ons van de weg tijdens de achtervolging en hij is nu weg. Zo, ja, hij zit achter me. We hebben achtervolgen terug richting... ik raak jou niet, man. Oh, what the fuck? Ja, hey, ik we komen jullie terug. Wacht even uitstappen. Buiten om, man. Ik raak er niet. Ik kom door die sink. Dus sorry, man. Eventueel, ja. Waar zijn jullie? We gaan nu het zandweg terug richting Sandy Shores. Aan de kust van de zee. Naar het meer, bedoel ik. Wat een zooitje. Zodra je... Moeten die bijrijden aanhouden, ja. Hè? Ja, kom. En dat ze? Wij zijn aangesloten. We hebben ze. Ja, we hebben ze nog steeds langs de kust in Sandy Shores. Ze gaan richting het zuiden nu vanuit Sandy Shores. Ja, ontvangen. Linksaf richting Rape Sea. Ja, links. Sta stil. Gepit. Blijven. Stappen in de Oeroes. Ik herhaal, ze stappen in de Oeroes. Meneer, staan blijven. Die wegrennen, jongens. Hij stapt in. Zooi. Wat een zooitje. Blijf achter ze. Oké. Richting Grapeseed. Op de route. Op de N-weg, niet op de snelweg. Die A6. We hebben het recht om met de T-shirt te gebruiken, toch? We gaan nu langs het boink! Richting Oké, jongens, dit is wel einde missie, hè? Oké, laten we de chat weten. Kunnen we wel doorrijden of is het... Nee, dat kan niet meer. Staan. Wij zijn met twee vierde klas. Is de AT aanwezig? Ja, we vlogen redelijk aan de kant. Zijn jullie aangehaakt of waar zijn jullie nu op dit moment? Ja, ik rij gewoon een beetje verder van jullie. Ah, oké. Nee, want ik zag net een arm uit het raam komen. Ik weet niet of ze vuurwapen gevaarlijk zijn. Waarschijnlijk wel, het zijn de Shelby's, maar... Nou, waar rijden jullie? We rijden nu op Grapeseed terrein bij de silo's.
Richting het huis. Bij, we zijn nu bij, bij het huis en bij Grapeseed. Ja. En 052 is uit de running. Yep. We rijden nog steeds jongens, we liggen in deze de ruit. Dus richting de snelweg nu. Wat heb ik nog niet gedaan? Ja, toch? Dat is bezig. En dan de snelweg op richting Palito B. Weer afhaken. Ze draaien om, ze gaan terug richting Grapeseed. Even richting... De rechterkant op de grijze weg. Ja, ben je maar weer op het we zijn nu basically een rondje aan het rijden. We zijn weer terug op bij het terrein van Grapeseed. O'Neill's Farm. Steeds. Oh, ja. Hey. Sorry, dat was zijn keer de trots. Dit is niet handig, hè? Zo, zijn we in ieder geval even eindje de melding van de overval. Het was een soortje de overval. Ik denk ook trouwens, als dat in het echt was geweest, dan was iedereen gewoon aangehouden. En dan hadden we het bureau wel eventjes gaan uitzoeken hoe wat. En wie wat waar, zoals ze dat zeggen. Oh. Oh, daar zijn eigenlijk nog wel een goede. Niet aan gedacht. Sorry, Kimmy. AWB inderdaad. User joined your channel. 0502, kom eens uit de groepen. 052 groepen? 0502, kom eens uit. 0502. Waarom hoort het niet? Ja, is aan werkelijk. Oh, er is er geen één. Ah, we komen daar redelijk bij weg trouwens nu. 0502. Jan Willem. Ja, 0502. Het OC is geopend, graag inmelden in GMS. Ja, ik had er wel een paar keer gewisseld, maar dat was niet binnengekomen. Negatief. Niet binnengekomen. Oh, wacht, die zit ook niet in de livestream. Ja, helder. User left your channel. Hey, even eruit gegooid, jongens. We moeten even inloggen met GMS, want de meldkamer is aanwezig, zoals het heet. Dat is eventjes doen, inloggen, ja, ja, ja. Iemand is aangehouden, Matthijs is aangehouden. Popo. Nou ja, misschien kunnen we straks nog een AWB gebruiken. Dat gaat nog vast wel genoeg gebeuren. Dit werkt niet echt lekker, jongens. Oh, daar zijn we. Ik kan niet naar beneden, wat is dit joh? Oh, hier is het, proefje. 0502, oh, daar staan we wel in. Hé, hey, is dat voor ons gedaan? Bijna denk ik wel. En nou, we zijn in ieder geval beschikbaar voor de meldkamer. We gingen even terug richting ja, het centrum, of Blokkenpark, dat ik wel noemen wilt. Maar die achtervolging kunnen we niet meer realistisch in deelnemen. Pakken we de 130. Lekker een rustig tempo die kant op. Of ik een ander werk op het eiland ga doen? Nee, op dit eiland niet. Jij wordt gewoon bij de politie. Samen met Joey zijn we wel op een ander eiland een andere werkzaamheden aan het doen, zullen we maar zeggen. Dat hebben jullie waarschijnlijk al in een videootje gezien. Dus, maar hier niet. Eet smakelijk voor de mensen die gaan eten, zie ik al. Hoe laat is het eigenlijk? 6 uur? Dat is al over 6 geweest. Oh, dan hadden we misschien beter moeten timen. Voor de rest is het nog heel rustig. Er zijn wel mensen thuis online. De server begint ook redelijk vol te lopen alweer. Ja, Dominique. Jan. Oh, Jan. Ja, zo. Dankjewel, Dominique. Ik moet even de naam van Daan M roepen. Dus bij deze. En er waren trouwens veel mensen. Heel veel mensen zeiden toch wel stoppen. En eigenlijk de helft zou ook wel doorgaan. Dat is al redelijk... verdeeld. Of ik niet meer eten? Nee. Ik eet meestal pas rond een uurtje van 8 of 9. Het is druk in de snelweg.
Dus even kijken. Ja, dat weet ik wel, Sony, maar zit nog wel lekker, dus hou nog even aan. Het kan niet op de PlayStation dan. Groeten terug voor de mensen uit Groningen. Hey. Wil je spookrijden? Ik heb gelijk al kijken of we die nog bij kunnen trekken. Oh, what the hell, ligt daar gewoon een motor? Lekker dan. Maar waar is die auto nou heen? Ik zie hier een shit, we hebben die auto ook kwijt. Nou ja, lekker. Goed het begin. Iemand is een motor gedumpt. Ander plekje ook. Oké, we gaan even richting Blokpark maar. Oh ja, maar ik wilde die auto even checken die je zo tegen het verkeer rijdt. Druk op Blokkenpark. Veel mensen hebben de bus, zo. Ik zie iemand aan de hand. Echt ons. Was alles sleep op het eiland? Nee, ook niet. Waar een roltime in. Meneer politieagent? Hallo meneer. Kan ik even met u praten? Ik heb een paar dingetjes te bespreken. Nou, dan moet je even naar het bureau. Heeft u dan achter me aan? Nee. Nou, het gaat even. Kan u iemand van de burger van de gemeenteraad erbij halen? Dat is net even iets heel raars gebeurd. Ja, dan moet je even aan. Dat vragen. Heb ik al nu 12 keer gedaan en wordt niet gereageerd. Ja, maar hoe moet ik het doen dan? Ja, jullie hebben toch wel iets meer bereik, zou ik zeggen. Nou, ik doe het op dezelfde manier als u. Ja, jullie waren bij de politie, ik werk niet bij de politie. Ook zou ik het wel graag willen. Meneer agent. Ja, ik heb daar geen contact van. Meneer agent! Okay. Joehoe! Zo, wel een schreeuw lelijk zie. Wat is hier allemaal aan de hand? Jongen. Oh. Goedendag. Hallo. Ik kwam hier net iets te hard aanrijden. En ik ben gecrashed tegen de paaltjes. Nu heb ik per ongeluk iemand aangereden die ligt dood. Oké. Heb je een ambulance geweest? Nog niet. Dat zou ik toch maar even doen, toch? Wie? Je bent... Ja, is goed, meneer. Even kijken, waarom staat hier een vrachtwagen? Er zit ook niemand in. Maar ik zie ook niemand liggen. Ik wil even een eenheid erbij vragen. Ook met verkeerde. Zo. 0502, spraak en graag sinds het bericht. Ja, 0502. Zou ik graag een extra eenheid op mijn positie kunnen krijgen? Grote verkeerschaos. En ik heb een aanrijding met een persoon, dus ik ga ook met spoed en ambulance. Ja, dat komt eraan. 1312. Ik doe natuurlijk maar twee eenheden, als ik het zo zie. 1312, 1321. Kunt u koppelen richting Blokkenpark? Auto gehad. Hey, meneer die op mijn auto staat, die mag daar vanaf. Hij is hier allemaal aan de hand. Nee, maar gaat vanaf. Hij is op mijn auto. Meneer politieagent, even normaal. Hé, rustig! Wajo, die agent is niet doof. Hans, doe normaal. Wat? Hallo meneer. Hallo, geen doof man. What the fuck?
Wat een zootje hier weer. Leuke speelgoed. Middag en hallo. Meneer? Kijk, daar ga je. Loop even mee. Meneer. Denk ik ga dat hier bespreken met de manager erbij. Goedendag, heren. Ja, jongens, ik kan niet alles tegelijk in één keer antwoorden. Ik wil, iedereen gaat nu op de stoep staan. Waarom moet ik hier weg met mijn auto? Dat is een serieus. Oké, hier is een ambulance. Wie is deze Mercedes? Of BMW? Mij. Mooi, je mag je even weghalen. Ja, volgens mij gaat die niet meer rijden. Agent. Dan gaan we dat ook even regelen. Denk ik. Dan moet die truck ook eens even wegzetten. Agent? Oh. Ja meneer, ik ben even bezig. Ik wacht wel op de stoep. Zo, tuurlijk. Ga ervoor lopen. Zo, we gaan even truckje rijden. Met ik schel op. Dat ding weg hier. Die zitten even hier neer. Zo, dat ding is weg. Kijk, zit hier nog iemand in? Nee, er zit ook niemand in. Hoppa. Nou, toevallig. Kijk, sleutel zit er gewoon. Ik wil nou even kijken. Nee, dat doet het niet. Shit, dat is jammer. Ah. 13-12, sprakenvraag zijn te berichten. Zo. Een beetje rustig. Bij de motorkap van die zwarte. Dat is niet waar. Meneer agent, mijn auto voor de tweede keer gestolen. Ja, hij draagt gewoon het liegen. Ja, dat is genomen. Puur uitstappen, nu. Meneer. Status 1. Meneer de agent. Uitstappen, ja, meneer, mijn auto even bezig, gestolen. Voor de tweede keer. Ja, dat is jammer dan. Oh, dat is jammer dan. Ah. Bedankt. Oh, meneer is aan het hier op spier gebruiken. Vlogspier aan het gebruiken. Okay, dat is wat er is gebeurd. Ik kwam iets te hard aanrijden. Ik wil niet op camera. Hop, en hij stond hier eigenlijk in het midden van de weg en toen heb ik die doodgereden. Hoppa. Zo, nou dat lijkt bijna weer een soort rust gegeerd. Omgereden. Welke snelheid was dat? Zo, hoe gaat het hier collega? Ho! Goeiedag. Ja, snelheid is op dit moment nog niet bekend. Ja, voor jou dus. Nee, inderdaad. Ja, is goed, ik kom. Is hij aan de ambulance of niet? Wat wil je zeggen? Nee, ik weet niet meer dat de persoon is. Ik zie die meneer niet meer. Nee, die is de relogspier aan het gebruiken. Oh, helder. Ja. Oh, ik denk dat het misschien wel handig is om. Zal mijn ambu misschien iets aan de kant zetten? Ja. Ze gaan vechten, meneer de agent, ze gaan vechten. Hallo, meneer. Hallo. Ik heb... Iedereen die niets te maken heeft met deze ongeluk. Ik mag weer allemaal even op de stoep staan. Het heeft geen nut om allemaal 20 centimeter voor mijn neus te gaan staan. Dus allemaal even aan de kant alsjeblieft. Mag ik één ding zeggen? Nee, dat mag niet. Ik ben even bezig. Ik heb de relogspier gebruikt. Dat is wel heel cool, ja. Meneer. Ja, nou, we nog even wachten tot de Thailand... Als je er even afstand wil houden, kan de ambulance ook. Ja, iedereen. Graag. Ah ja, ik zie meneer weer liggen. Yes. Collega, ziet u... Ah, kijk, meneer is ook weer terug. Ja, ik zie de persoon ook liggen. Oké. Okay. Kijk, allemaal mijn ding. Hoi. Kunt u ons goed horen? Ik stond hier te praten en... ja, opeens kwam meneer met de auto aan scheuren. Oké. Okay. Bent u op uw langs uw rug geraakt of eerder langs de buik? Mijn rug. Oké. Okay. Bent u gevallen op uw rug of op uw buik? Ja, ik ben geraakt in mijn rug en gevallen op mijn buik. Oké. Okay. En op een schaal van 1 tot 10, hoeveel pijn heeft u op dit moment? Een 7. Een 7, oké. Okay. Dan gaat mijn collega al iets aan uw vuurtje prikken. Gaan we wel extra pijnstelling toedienen. Dan moet je zelf even aangeven of de pijnstelling die we momenteel gaan geven, of die voldoende is. Zo niet, dan gaan we er een beetje bij geven. Het laatste verstond ik niet. Ja, we gaan nu even wat pijnstelling geven, meneer. Moest het niet voldoende zijn, dan moet u het even zeggen. Dan geven we nog wat pijnstelling bij. Oké. Okay. Goed. Heeft u op dit moment ergens last van uw nek onder andere, door de slag? Ja, en mijn rug. Even kijken, rug, welke okay. arm is... Oké. Okay. Ik ga wel even naar Klokkenpark gaan, op Klokkenpark, want het is weer veel te chaos. Hoe gaat het hier, collega? Ja, veel te veel chaos hier. Ik ben ze even aan het wegvorderen.
We hebben alleen die meneer van die aanrijding nodig, hè? De rest gaan we ja, mee. Volgens mij is dit de heer van de aanrijding. Dit is de meneer van de aanrijding, hè? Meneer, loopt even mee. Het ziekenhuis brengen. Voor controle te doen of er toch niets inwendig is. Heeft u legitimatiewijs bij u, rijwijs? Huh? Oh, ze maar. Hoort u me nog? Of u hoort me niet meer? Nou, is een goed gesprek ook. Gaat u de penseling dan toedienen? Even kijken, ik zal dat inderdaad eventjes... Kan agressief worden. Nee, niet. Wie is die oldtimer? Ja, hij kan agressief worden. Niet bedoel, maar... Volgens mij van de meneer op de grond. Als... Oké. Okay. Ik kan toelid. Gerard, mij nog wel dicht, meneer Agent. Ja, ik had even uw rijbewijs nodig. Ah ja, en dan is geen rijbewijs, die heeft hij. Melvin, even normaal doen. Ik heb wel gewoon een rijbewijs. Alsjeblieft, meneer. Dank u wel. Mag ik u vragen waarom dat je het zware vest aan hebt? 1312, nooit. En jij hebt gewoon nog 3 kilo coke bij, of niet dan? Pins, okay, hebben ze een klapje voor de bek. Locatie. Collega, als even WB wandelt. Meneer, het kale kop, je moet even springen. Al 1-1 beschikbaar koppelen richting 1312. Collega. Ik ga een locatie uitzenden. Hey. Ja. Wandel even met me mee, dit soort dingen. Oké, dan fix ik het wel even. Ja, Host! We hebben een overval. Sorry meneer, de agent op mijn netvlies heb een overval collega, dus we moeten even afvakken. Oké, waarom Meneer de agent. Netvlies ja. Linksboven. Wij moeten met spoed weg, jullie checken ja. Wij redden het hier voor. Heeft u bericht? Wat is er dan met de noodknop? Hallo, mag ik nu zeggen? Meneer, ben ik nu in orde? Ja, ik ben er maar, meneer. Oh! Ze zijn hey, doe nog maar, man! De tas op dit moment. Op La Fuente Blanca. Ik herhaal op La Fuente Blanca. Calamiteitskanaal wordt aangehaakt. 1325 aanrijdend voertuig leeg aangetroffen van de collega. Met een noodknop positie. Ja, was vernomen. Momenteel is de communicatiemiddelen van persoon afgepakt. Ze moeten dichtbij La Fuente Blanca zijn in verband met dat dit echt 10 seconden geleden was. Adem in, adem uit. Adem in, adem uit. Ja, dat kun je wel zeggen inderdaad. Ja, oh, tuurlijk. De meldkamer, het ging om een BMW M5, had ik gehoord, had Kent ook gehoord. Ik weet niet of het ook gehoord, hè? Sorry, ja, Kent, raak tegen uw auto. We gaan even weg hier. Ik heb het al gescheten. We gaan even richting de overval, jongens. Proberen die kaas dan wel serieus op te pakken. Dat is geen doen hier, dat blokkenpark. Ja, met spoed richting de noodknop. Yeah. 13-00, kom eens uit. Hey, bericht. Het is 00, hier geen bericht. 0502, kom eens uit. Zeg maar. Oké, is goed. Oké, is over. Gaan wij dan weer terug naar ons eigen kanaal? Of kunnen jullie ons hier hebben? Nee, gewoon hier blijven. Oké. Zit je bij die Gijs? Ja. Ik ben met die collega van die auto. Willen we daar nou wat mee? Neem je die mee voor het sporen? Ja, kan. Iets mee versporen. Wat is de laatste info verder? Zwarte, een BMW M5 was het alleen, hè?
Ja. Ja, kenteken was ook geroepen, maar dat heb ik niet kunnen onthouden. Nee, iets alfa, alfa. Was het noord of zuid? Iets, maar... Ze zijn vanaf de La Venta Blanca richting noord gereden, over de weg. Let op vliegvelden voor helikopters, dat is ook vaak gebruikte tactiek. Zijn er al eenheden in Sandy Shore? Laat ik zo zeggen, waar hebben we nog eenheden nodig? Kun je nou geen decent headset hebben? Hoe bedoel je dat? Het ding werkt perfect. Ja, we zijn er heen gegaan zijn, nee. Zoeken naar een speld en hoor weer. Waarom je zo moeilijk aan wapens komt, omdat dat gewoon ook realistisch is. In het echte is er ook niet wat oprapen. Die staat op ultra. Oké, jongens, waar zullen we eens gaan kijken? Wauw, zo. Ja. Hey, je hoeft trouwens nog niet, want ik denk, wacht, 3 seconden. Ik ga even vragen hoe lang ik nog kan. Zwarte BMW M5 aangetroffen, kookverpak. We gaan richting Route 68. Ja. Achtervolging? Hij rijdt er op een hoog tempo van door. Ik heb geen echt stoptik kunnen geven. Ja, wees. Gewoon blijven volgen. Antij is onderweg en er is extra Antij opgeroepen. Ja, dat is goed om te horen. Meldkamer is even niet beschikbaar. Oké. Gaat die oostelijke of westelijke route? Hij gaat richting Liggerbasis. Gaat. Shit. Kenteken Alpha Alpha 2x0 1 0. Dit is uniform. Toch geen M5? Maar... Dit is geen M5 volgens mij, hoor. Fabio, dit is geen M5 hoor. Is dit geen M5? Nee, dit is een 750. Haha, dat is wel een keer. Ga richting Flikkerbank. Als hij er vandoor van gaat, gewoon ja. Achteraan gaan, ja. Toch? Ik kan ook zijn recel wat verkeerd heeft geroepen. Oh. Ja, collega gespot. Collega gespot. Oh. In het voertuig. Collega gespot. Okay. Hij riep afstand, afstand. Ja, nee, hij riep afstand, antwoord ik dus. Ik heb blijf er gewoon achter zitten. Maar één bestuurder en de collega zien voor het blijf er achter zitten. Moeten wij komen? Nee. Waar is de nummerplaat? Locatie. We gaan. Ja, zeg maar. Locatie vliegveld, correct? Zijn die in vliegveld of? Nee, dat die villa boven bij Flikkerbank. Okay. Highway Bank. Nee, terugstamp. Ja. Gaan we richting Vine? Kenteken is Alpha Alpha 2x0 1 0 Oscar Uniform Tango. We gaan richting tankstation bij de N-weg. Blijf de achter N-weg? Zitten. We staan hier dan toch? Oh, nee, dat kan niet meer. Shit. Ja, gaat niet meer. Motorrijder is enige erachter momenteel. Staat op naam van Quint genoemd. We zijn nu bij het tankstation, we gaan linksaf, dus richting noord. Ik kom eraan, ik probeer. Wat voor de wapens zijn er gespot? Geen wapens gespot. Wat is van een pistool. Ik zit er iets achter, blijf locatie. We gaan nog steeds op die N-weg richting noord.
globaal terug richting... Is dat kenteken al nagetrokken? Positief, Quint Groen. Nou, hier hadden al schade. Die NMX staat ik zo wat klaar eigenlijk, dus als jullie noord blijven gaan. Ja, als ze noord komen, kunnen jullie altijd een hele andere. Persoon staat uit, persoon staat uit. Ja. Ranger stop, Ranger terug. Gaat gelost, noodknop. 1 kilometer uit. Turek gaat ook weer aanrijden. Schotten gelost op banden. Hij gaat richting zuid. Kan de Fort Ranger even terugkomen naar het vliegveld? Ik heb een flexie nodig naar Sandy Brigade. Oh. Zit erachter. 0-1-11 zit erachter. We gaan richting zuid, richting tankstation. Ja, lekker even. Ik denk dat hij... Te laat. Ja, rustig jongens. Ik denk, komt wel. Ik kan nog heel lang doorrijden, 20%, hè? Daarover jongens, afstand houden, anders ga ik eraan. Ik ben aan de overleden nog. Maar die Ranger die is niet omgedraaid om mij op te pikken, jammer genoeg. Hebben jullie gehoord wat Marcello zei? Afstand houden, anders ga ik eraan. Ja, dat geeft niet meer. Denk ja, maar er zit maar één persoon in het voertuig, dus... Maar kan hij alsnog horen? Nee, er brengt Zulu in de lucht. Nee. Kan er een Zulu in de lucht worden? Want je kan, tenminste dat... Jongens, wat is de positie? In de stad, we gaan richting... Ja, waar is dit? Hollywood richting... Studios. Ja, dat. Motorrijder, ik kom langs links. Ja. We gaan... Dan zitten ze hier... Oh shit, wat doet hij? Hij stapt uit. Automatisch vuurwapen. Fucking Kai, stop met je kuttraining, jongen. Het gaat erover. Persoon gelijk neutraliseerd. Ja, beuk me lekker. Oh, kut, het is niet Kai. Wie is het? Petrov. Oh. Leeft de collega nog? Ja. Het is Petrov. Nou, ik weet niet wat hier allemaal gebeurde, maar... Half als recherche dan ook nog eens een keer. Of roep Kai op die er is. Routings. Mm-hmm. Maar was er wat aan één verdachte? Ja, meer. Snel gaan. Was ik ook nog nodig, Senna? Nee, je hebt gedaan. Oké, ga ik weer weg. Was kort maar krachtig. Senna, neem jij het over qua screenshot, et cetera, en wapens? Ja. Da-da-da-da-da. Dus hij is gewoon levens vanaf gekomen dit keer. Ja, van. Nee, het is toch... Huh? Wat zeg je daar? Wat doen jullie met Audi vandoor? Deze staat trouwens ook heel goed. Ik weet niet of er alleen maar in kan. Nee, dat gaat niet meer lekker, denk ik. Wacht, dat gaan wij zo doen. Locatie? Dan. Ja, ik dacht, dan kan je er weer in. Nee, we hebben ook een tour. Laatste locatie in de politie. Maar dit gaat helemaal fout. Hey, Jan-Willem, als je uitstapt en als er één iemand in bijrijder zit en je kunt dan niet in de bestuurder, dan kun je gewoon, dan wordt je soort van ingeteleporteerd. Dus. Ja, weet ik, maar ik dacht, er is ervoor alleen dat. Het probleem is dat ik er alsnog niet in kan hoor, dus. Ik zie alleen heel veel deuren, maar. Ja, ik ook. Ja, kijk. Heel veel deuren. Oké,
Nou, we gaan weer met de volgende. Belgische politieauto's mooi, hè? Nee, man, die zijn echt. Dit is zo saai. Zo basic, zeg maar. Het is wel echt. Ja. Hé, hey, was het momenteel de locatie van het gebeuren? Of, Sound muted. Wel lelijk, wil ik niet zeggen, maar ik vind het saai, kleuren, auto's van de Belgen. Ja, oh, binnenborgje. Oh, weer terug richting AW. Gooi SO naar Emmen. Nou, bij deze een SO naar Emmen. Zo rap zijn Nederlandse meteen gestart. Hoe moet ze dat dan? En we zijn weer terug aan het AB. Oh, ik kan hier zelfs ook tanken. Altijd ideaal, toch? Vervalvisgeleider, dat is wel een grappig gedaan. Oké. Okay. Hey, dames en heren, ik ga de stream weer afsluiten. Het is, dit vind ik wel een nadeel. Aan de ene kant wil ik heel graag live doen, maar je merkt gewoon dat het daardoor ja, gewoon één grote chaos wordt. Dus ja, het is allemaal een beetje, het is niet echt relaxed. Dat is het voordeel, als je het monteert, dan kun je het nog wat mooier maken. Dus voor nu, ik ga ermee ophouden. Dus ik wil iedereen weer bedanken voor het kijken. Laat nog een duimpje achter, abonneer als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik weer ja, bij een ander videootje. En tot de volgende keer. Als even afsluiten. Nope, thank you.